Voorzitter, ook ik heb het verhaal beluisterd en dank voor de reflectie over een aantal moties en het handelen in 2012-2014. Ik denk dat we daar als Kamer met terugwerking kracht dingen anders hadden willen doen. Maar dan toch, we hebben nu inderdaad de parlementaire ondervraging om het kinderopvangtoeslagschandaal gehad. Die kent de woordvoerder van de VVD als geen ander. En heb deze gezien. Is het dat wij als Kamerleden alleen ons werk beter moeten doen? Of uh, misschien iets minder met eh, de waan van de dag bezig zijn? Of zijn er dingen die echt niet functioneren in, het, um, uh, in, in de Tweede Kamer, die we echt anders moeten doen. zodat ja, dit soort dingen niet zo weer kunnen gebeuren als met Groningers of met toeslagenouders gebeurd zijn. Heer ja, Van Wij. Ja, uh, voorzitter, dat is wel. Ik vind het zeer terecht. En begrijpelijk dat de heer Omtzigt um, die vraag mij stelt. En hier eigenlijk aan alle collega's. Want dat is precies de vraag die we denk ik aan ons allemaal moeten stellen. Die we ons, onszelf allemaal moeten stellen. Um, en ik zou nogal, ja hoe zeg je dat, uh, pretentieus zijn. Als ik zou zeggen dat ik hier even een makkelijk antwoord op die vraag heb. Ik denk wel, één ding is mij wel uh, opgevallen in, uh, in dit, uh, bij dit onderwerp. En, uh, en ook bij de andere, uh, uh, het andere onderwerp, kinderopvangtoeslag, affaire of het schandaal, zoals de heer Omtzigt altijd terecht het noemt. En dat is dat ik wel merk hoe, uh, hoe indrukwekkend het altijd is. Om gewoon, en dat lijkt is eigenlijk klinkt, is het, is het uh, jammer dat ik dat moet constateren als iets bijzonders. Maar hoe belangrijk het is om met mensen te spreken. Uh, die uh, helemaal aan het einde van het systeem zitten. En niet aan het begin, niet met de bestuurders, maar juist met de mensen aan de andere kant van het systeem. En dat heeft hier, denk als je, als je met die mensen spreekt, denk ik dat die werkelijkheid goed wat je laat doordringen en, dringen en dat als Kamer, maar ook als commissies vaker doen, uh, dat, dat, dat dat ontzettend veel verschil kan maken. Ik noem dat zelf de macht van het sleutelgat. Het is gewoon, je loopt dit gebouw in het gebouw is zijn eigen dynamiek. Als ik deze kamer uh, rond deze zaal rondkijk, daar zitten geen ramen in. Je kan er niet naar binnen kijken, maar ook niet naar buiten. En ik denk dat dat iets is um, uh, wat we onszelf moeten aantrekken. En dat dat in ieder geval een begin van een oplossing zou kunnen zijn. Maar zoals ik al aangaf, dan zijn we er nog lang niet. heer Omzicht. Voorzitter, deze oplossing. Die werd al voorgesteld in de tijden van een illustere liberale voorganger van de heer van Wijngaarden, namelijk samen van Houten. Hebben 160 jaar geleden beweerde iedereen hier dat ze niet wisten dat de kinderen in de fabrieken werkten. Terwijl als je in Twente of in Maastricht de fabrieken inging, maar ook in Leiden, waar die spreekbeurt hield, dan zat het daar vol met kinderen onder de tien. En zelfs toen was het: we moeten beter kijken. Beter kijken gaat dit probleem niet oplossen, voorzitter. Wij weten dat er een vorm van coalitiedwang is. We weten dat coalitiekamerleden, wanneer ze een keer wat anders willen, onder enorme druk gezet worden om vooral niet af te wijken van het regeringsbeleid. We weten, en dat is wel het verschil tussen Groningen en toeslagenschandaal. Dat na de beving in Huizingen er helemaal geen ongekend onrecht was. Het was niet heel moeilijk om een keertje naar Groningen te gaan. Dus een keer kijken, je hoefde de televisie maar aan te zetten. En er waren ook VVD-afdelingen en CDA-afdelingen in Groningen die de noodklok luiden. Is er niet meer nodig in de ogen van de VVD-fractie dan enkel het besef dat we iets meer moeten doen? Het besef dat we af en toe. Misschien een aantal regels die moeten veranderen. En voor moeten zorgen dat je er dan wel doorkomt. De Van Weger. Nou, voorzitter, ik, zei, ik zei ook ne, gaf net ook al aan van, dat is, daarmee ben je er nog niet. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd van zoek meer de, de uitvoeringspraktijk en de mensen aan de andere kant, aan het einde van het systeem op dat je in plaats van alleen maar met bestuurders en lobbyisten te praten dit gebouw binnenkomen, maar dat is zeker niet de oplossing. Ik denk dat dit rapport ook ik bedoel, nou ja, dat is niet alleen wat ik denk, dat staat er ook gewoon. Dat is een opdracht aan ons allemaal als Kamer om te komen tot een bezinningsproces en te kijken van hoe kunnen wij onze rol als Kamer beter vervullen? En ik nodig ook de heer van Omzicht die kan als geen ander, van harte uit om daaraan bij te dragen. En dat kan hij, weet ik, als geen ander. En ik denk, daar hebben we een commissie voor de werkwijze, heet dat dan formeel. Forme, die kunnen daarin meedenken. Maar ik denk dat we dat nog breder uh, moeten doen. Um, ik wil niet, zeg maar, dit debat ook met de commissie. Want de heer Omtzigt begon over coalitiedwang. Dat kwam eerder ook al uh, langs. Ja, dan gaan, drijven we eigenlijk heel erg af van dit uh, rapport. Um, ik stel voor om dat niet te doen. De heer Omtzigt, tot slot. Voorzitter, daar kom ik zo dan wel terug op, maar dat staat in ieder geval vrij om dat hier wel of niet aan de orde te brengen. Dit is tenminste dit is de eerste van de regeringspartijen, dat moet ik dan wel toegeven, die tenminste nu met een voorstel komt. Er moet een interne zelfreflectie plaatsvinden en die moet gestructureerd plaatsvinden. Ik raad u aan dat niet in de Commissie van de Werkwijze te doen. Niet alleen omdat die niet heel vaak bij elkaar komt, zeg ik tegen de voorzitter, die ook voorzitter van de Commissie van de Werkwijze is. Maar ik zou het heel fijn vinden om in de tweede termijn van de VVD-fractie een gestructureerde manier te horen waarop dat proces vormgegeven zou kunnen worden. En dat zou de grootste partij ook sieren in dit huis van hoe doen we dat zonder nou, hè, met vliegenafvang te beginnen, maar wat doen we beter. Dank wel. Maar ik had eigenlijk ook, een, dus dat is de eerste uitdaging. En het tweede wat ik eigenlijk gehoopt had, dat er één of twee voorstellen gedaan zouden worden. Ik zal straks bijvoorbeeld het voorstel doen dat een uh, inspectie die zich niet gehoord voelt door het kabinet, via het reglement van orde, de mogelijkheid moet krijgen om zich bij de Kamervoorzitter te vervoegen en te zeggen: ik wil graag iets aan de Kamer meedelen, mag ik ontvangen worden in die commissie? Dat elke inspecteur-generaal die bevoegdheid krijgt. En dan had de SODM dat kunnen gebeuren, maar het volgende schandaal kan net zo goed in de zorgsector zijn of bij de Belastingdienst. Dus ook de andere inspecteurs-generaals in die departementen moeten die bevoegdheid hebben. Dat is geen silver bullet, dus mm -hmm. maak u zich niet druk. Maar ik had gehoopt één of twee voorstellen van de VVD te horen: van nou, we zien dat die macht en tegenmacht, zoals ik dat noem, maar maakt er een ander iets van, die. Die wij hieruit getrokken hebben. Dank u, de heer Van Wegen. Ja, voorzitter, ik um, waardeer de betrokkenheid van de heer Ontzicht enorm op uh, dit punt. Want, um, nou ja, Wij gaan ook al langer terug, maar ik weet dat hij hier, uh, dat hij hier ook zinvolle ideeën over heeft. Um, het is alleen wel, als het gaat om de eerste uitdaging die hij dan alleen bij mij neerlegt, dat vind ik iets te veel eer. Uh, om meteen bij de tweede termijn met een voorstel voor dat, hoe we gestructureerd dat bezinningsproces moeten inrichten. Dat vind ik wel heel, uh, heel ambitieus. Kijk, ik ben niet in mijn eentje, zoals de heer omzicht uh, weet. Ik heb me ook nog te verhouden tot collega's. Ik vind het ook wel netjes om dat ook met hen te kunnen bespreken. Um, maar ik wil wel heel ik hoop. Uh, wel dat, ik, uh, dat we daarin samen kunnen optrekken. En ik denk zeker dat we, dat, uh, dat we moeten gaan nadenken over dat bezinningsproces van wat kunnen we anders doen. De heer Omtzigt doet daar net een interessant voorstel voor. Introduceren een soort, hoe zeg je dat, uh, sluiproute. Ja, dat is niet het goede woord, maar een soort een noodventiel voor een inspecteur-generaal die aan het hoofd staat van een inspectie, om zich te kunnen vervoegen bij de Tweede Kamer. Ik denk dat dat een interessante gedachte is. Om ook een reactie op de vraag van deze commissie, maar in, in relatie tot hun rapport, maar ook uh, aan het kabinet. Ik neem aan dat ze meeluisteren, kunnen ze het meteen meenemen in hun reactie.